Hoi, ik ben Lotje Aalderink. Ik ben 17 jaar. Ik kom uit een gezin van 5 met 2 oudere broers. Ik woon in een dorpje genaamd Oosterbeek, dat ligt naast Arnhem. Maar daardoor heb ik juist altijd gedroomd van een mooi en groot Amerika. Ik ben begonnen met hockey sinds ik 5 ben en daarna ben ik er nooit meer mee gestopt. Ik heb er altijd veel plezier in gehad en dat was onder andere door het niveau waarop ik hockeyde, want ik vind het leuk om op een hoog niveau te hockeyen. Ik hou ook heel erg van zeilen en van skiën, maar dat zie ik niet echt als een sport, maar als een pleziertje. Verder hockey ik nu 4 keer in de week. Wat mij speciaal maakt als persoon is dat ik enthousiast, oprecht, open-minded, er zijn meerdere wegen naar Rome, en een sterke mening heb. En ik kan ook daarbij heel goed luisteren naar de mening van een ander. Die telt voor mij heel erg mee. Ik ben ook altijd vrolijk, voor zover dat mogelijk is. En dat wil ik ook meenemen naar Amerika. Samen sterk. Wat ik toevoeg aan een team is dat ik pas stop als het laatste fluitje heeft geklonken. Ik ga dus door tot de laatste snik. Ik werk hard voor het team, maar ik werk ook zeker hard voor mezelf. Ik wil altijd het beste in mezelf naar boven halen op het veld. Met hard werken voor het team bedoel ik ook dat als mijn teamgenoten er even doorheen zitten, dat je dus 110% moet werken. Want hockey blijft uiteindelijk een teamsport. Wat ik in Amerika wil bereiken is een gave hockeytijd in combinatie met mijn school. Dit is al sinds vroeger mijn droom. Ik wil altijd de beste versie van mezelf worden, want ik denk dat er altijd meer uit te halen valt. Ik voel me bevoorrecht met de kansen die ik kan pakken. Door de showcase is het balletje letterlijk gaan rollen. Ik haal er veel energie uit. Het is een goede keuze geweest om mijn droom van Amerika te gaan achtervolgen. Ik leef heel erg in het nu. Dat komt omdat ik een echte denker ben. En ik heb vaak de tip van mensen in mijn omgeving gekregen om dus te leven in het nu. Natuurlijk heb ik nog wel levensdoelen. Ik ben bijvoorbeeld erg geïnteresseerd in chirurgie. En ik hoop gewoon dat ik goed terechtkom op mijn pootjes later. Ik ben erg gemotiveerd om bezig te zijn en bezig te blijven. Ik hoop dat ik veel kan leren van de meiden daar. Maar ik hoop hun ook mijn specialiteiten mee te kunnen geven en samen te strijden naar de troon. Ik heb erg veel spel in zich, daardoor kan ik mijn team ook goed coachen. Ik sta laatst de vrouw en kan daardoor goede en strakke passes geven naar voren. Zo vallen de puzzelstukjes in elkaar. Ik en Amerika horen bij elkaar. Hope to see you soon!